denk je dat mensen met een lichtelijke verstandelijke beperking mee kunnen doen in Leiden, wat betreft werken bijvoorbeeld? Ja, ik vind het eigenlijk bijna een overbodige vraag. Ik zou bijna zeggen, waarom niet? Het zou eigenlijk een soort van zelfsprekendheid moeten zijn, toch? Zeker. Wij zijn op ontdekkingsreis gegaan in en rondom de meelfabriek. Op zoek naar werk, naar een plek waar we mee kunnen doen en gewoon onszelf kunnen zijn. Wij zijn Joelle en Eveline. Onze ontdekkingsreis kun je meemaken in de podcast. Deze podcast gaat over inclusie en dan vooral voor mensen met een beperking. Ja, inclusie is een heel duur woord voor gewoon meedoen, natuurlijk. Met de vraag, zouden jullie vanuit Chemiva wat kunnen betekenen bij de meelfabriek? En toen dachten we, ja, gaan we doen. Toen zijn we in gesprek gegaan met een aantal ondernemers die ook op het terrein zitten. En zijn we gaan kijken, oké, en wat zouden wij vanuit Chemiva kunnen betekenen? En dat is heel veel. Wat we op dit moment doen is een winkel, maar in combinatie met aansluiten bij de ondernemers. En met het team Meelfabriek zijn we aan het kijken van oké, waar ben jij goed in? Wat wil je doen? Waar word je blij van binnen het werk? En welke connectie kunnen we maken met een ondernemer die hier zit? Ik ben Marloes. Ik ben de eigenaresse van Atelier Kleurstof. Daar geven wij naailessen aan volwassenen en aan kinderen. En eigenlijk is dat inmiddels elke dag van de week. Waarom wil jij samenwerken met ons? Wat ik er belangrijk aan vind en ook het leukst aan vind, is dat je iets extra kan doen voor een ander. Dus eigenlijk iedereen die bij ons naailes geeft, die geeft les omdat hij het superleuk vindt om te doen en omdat hij een ander gelukkig wil maken. En ik vond, toen ik nadacht over de samenwerking met het team Meelfabriek, vond ik daar hetzelfde in naar boven komen. Toen dacht ik, volgens mij wil ik dat wel. En toen wisten we nog niet eens wat het zou worden. Want het was nog niet helemaal duidelijk volgens mij dat het nu zo'n mooie winkel zou worden. Het zit vaak in dat ondernemers het ook heel spannend vinden. En ook in wat voor tijd het gaat kosten voor een ondernemer. Dat ze daardoor een drempel hebben. Dat ze denken, maar hoe dan? Want ik moet in mijn eentje bijvoorbeeld een winkel draaien. Of ik heb al weinig personeel. En als ik er dan iemand bij krijg waar ik dan wel extra tijd in moet besteden, net zoals stagiaires bijvoorbeeld, daar heb ik geen tijd voor. Dus daar zit het hem vaak in. Maar wat we wel merken is op het moment dat we ondernemers hebben die zeggen, ja, ik wil het met elkaar gaan doen en ik wil die uitdaging aan en ik wil het met elkaar ontdekken, dat het vaak echt een grote meerwaarde kan zijn. Alleen je moet het wel met elkaar die tijd investeren om dat te gaan ontdekken. Ja, ik heb een beperking. Heel veel mensen die denken, ja, je bent gehandicapt. Ik kan er niets aan doen dat ik zo geboren ben. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik waardeer iedereen. En sommige mensen die weten niet hoe ik in elkaar zit. Ja. Ik vind wel dat er wel meer aandacht aan geschonken mag worden.